Peter Derks, altijd mooi. Ja, goedemiddag Patrick. D66-Kamerlid Sneller kwam gisteren met een opvallende suggestie. Nederland zou een designated survivor moeten hebben. Ik heb die serie niet gezien, maar er is in Amerika dus iemand op een geheime locatie die het bestuur kan overnemen mocht onverhoopt zowel Donald Trump als Vladimir Poetin tegelijk om het leven komen. D66 wil verder niemand op ideeën brengen, maar is wel bang voor wat er zou kunnen gebeuren als in Nederland bijvoorbeeld op Prinsjesdag een aanslag wordt gepleegd op de Ridderzaal. Nou, dat betekent dat er twee mensen bijvoorbeeld niet aanwezig zijn bij de troonrede in de Ridderzaal, maar op een andere locatie op dat moment zijn, zodat er altijd mensen over zijn met een democratische legitimatie die daarna voor de continuïteit van het landsbestuur kunnen zorgen. Ja, dit was de oplossing die ze hebben bedacht. Ze hadden twee maanden geleden nog heel veel vertrouwen in de toekomst. Maar nu komen ze met een heel zwartgallig scenario. Twee overlevers, niet één, maar twee overlevers. Dat is een D66-Needed Survivor. Dat betekent dat het vertrouwde geluid van gekibbel ook na een ramp meteen weer zal klinken, zodat uiteindelijk het compromis toch weer dit land zal kunnen blijven regeren. Twee mensen dus die tijdens de troonrede ergens anders gaan zitten. D66 zelf denkt aan een appartementje van de kennis in Scheveningen. En Mark Rutte heeft beloofd om te gaan kijken wat er geregeld is op dit vlak. Maar ik wil de risicoanalyse wel alvast voor maken. Dit is natuurlijk helemaal nergens voor nodig. Ten eerste, in veel situaties zijn er al vangnetten. Mocht er bijvoorbeeld een bom op de Tweede Kamer vallen, dan is in ieder geval de kans klein dat Thierry Baudet iets overkomt, want die schijnt er maar zelden te zijn. En dat is toch een geruststellend gevoel dat de politicus van het jaar op zulke momenten veilig ondergedoken zit naar het schijnt in een hotel met een Amerikaanse racist en antisemiet. Prettig stukje continuïteit. En dan blijven er eigenlijk nog maar twee potentiële risico's over, plaatsen waar ons hele kabinet bij elkaar komt, concerten van de toppers en Prinsjesdag. Bij de toppers hoeven we geen terroristen te verwachten. Er is geen betere manier om mensen pijn te doen dan ze gewoon dat hele concert uit te laten zitten. Dus blijft over Prinsjesdag. Maar hoe groot is nou eigenlijk het risico dat er dan een aanslag wordt gepleegd? De koning zit in de zaal, dus een belastingaanslag hoeven we sowieso niet te verwachten. En qua terroristen kunnen we kort zijn. Gisteren hoorde ik de Rotterdamse politiechef nog melden dat we momenteel heel andere problemen hebben. Ja, hoe pijnlijk dan ook, wij moeten constateren dat het aantal mensen dat overlijdt hier in Rotterdam door geweld, door verwarde personen, hoger is dan door terreur. Ja, verwarde personen leiden tot meer doden in Rotterdam dan terreur. En ik moet toegeven, dit maakt het veiligheidsrisico op Prinsjesdag ook weer aanzienlijk groter. De Ridderzaal op Prinsjesdag, dat zijn lakeien in apenpakjes, een volwassen vent die uit de gouden koetsje komt lopen, vrouwen met complete vogels op hun hoofd, of een Fries suikerbrood, of een jurk van gerecyclede brandweerslangen. Zie daar de verwarde personen maar eens tussenuit te pikken. Misschien kunnen we het beter andersom doen. Niet voorkomen dat iemand de Ridderzaal in kan. We moeten zorgen dat er niemand meer uit kan. Dat zou de continuïteit van het landsbestuur misschien pas echt goed doen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het loopt hier waarschijnlijk allemaal gewoon door. Zolang de directeuren van Shell en Philips en Unilever niet in de Ridderzaal zitten, wordt alle belastingwetgeving gewoon netjes in elkaar gezet. En mocht je de documentaire Beerput Nederland hebben gezien, dan weet je dat op milieugebied ook alle maatregelen gefixt zijn door diverse afvalbedrijven met strafblad. Niks om ons zorgen over te maken dus. En bovendien denk ik ook niet dat het in Nederland zou werken. Twee personen met alle macht. Wij zijn niet zo van het gezag. De mensen zouden roepen, wie denken die twee dan wel niet dat ze zijn? Wij willen inspraak, dit is het land van polderen, gewoon omdat iedereen zich overal tegenaan wil kunnen bemoeien. Het enige wat hier zou kunnen werken is een designated poldermodel met alternatieve politici en vakbondsleiders en medezeggenschapsraden en designated buurtcomité's. Dit land is veel te georganiseerd om alles in de handen van één of twee overlevers te leggen. En tot slot moeten we oppassen voor het effect van deze maatregel. Als we twee mensen toestemming geven om tijdens de troonrede thuis te blijven, dan zal de rest van de zaal denken, waarom moeten wij dan wel komen opdraven? Want niemand heeft zin in die poppenkast. Binnen een paar jaar zitten we dan waarschijnlijk met 400 designated survivors. En daar schiet echt helemaal niemand wat mee op. Dankjewel, Pieter Derks.